Er kronkelen ongeveer 3000 verschillende slangensoorten over de planeet. Maar welke zijn de grootste slangen ter wereld? De meest afschuwelijke? De meest onverklaarbare? Je staat op het punt het te ontdekken, want we brengen je de 10 grootste slangen die ooit vastgelegd werden. Yeah! 10. Bosmeester. Zijn wetenschappelijke naam is Lachesis muta, wat stil lot betekent. Verwijzend naar een schuddende staart, hoewel ze geen ratel hebben. Het is de langste giftige slang in Amerika, die vaak meer dan 2 meter lang wordt. De grootste die ooit gevangen werd, was in Guyana en hij was tot 4 meter lang. Helaas heb ik geen foto om je dat te tonen, maar om de grootte van dit beest in perspectief te plaatsen, doe je ogen te goed aan deze 2,4 meter lange bosmeester. Wildlife-fotograaf Chris Gillette legde dit exemplaar vast in het Peruaanse Amazonewoud. De bosmeester onderscheidt zich door zijn doodskistvormige kop, wat toepasselijk is gezien het feit dat het een dodelijke slang is. Als de bosmeester gestoord wordt, kan hij vijandig, geïrriteerd en onvoorspelbaar zijn. Als groefkopadder gebruikt de bosmeester hittegevoelige putjes als infraroodsensoren aan elke kant van zijn kop. Volgens de Venezolaanse deelstaat Lara is de bosmeester verantwoordelijk voor 78% van alle dodelijke slangenbeten in het land. 9. Zwarte mamba. Hoewel hij er bruin uitziet, dankt hij zijn naam aan de diepe, inktzwarte kleuring aan de binnenkant van zijn bek. Het is de dodelijkste en snelste landslang ter wereld, de langste giftige slang in Afrika en de op één na langste gifslang ter wereld. Er bestaan veel Afrikaanse mythen over hoe gevaarlijk deze slang is en hij is verantwoordelijk gesteld voor duizenden sterfgevallen op het continent. In het wild kunnen zwarte mamba's lengtes tot 2,7 meter bereiken, maar een gemiddelde volwassene is iets meer dan 1,8 meter. Zelfs in huizen worden vaak reusachtige exemplaren aangetroffen. Sarel van der Merwe, een slangenvanger, ving onlangs 2 grote exemplaren in huizen. Ze waren ongeveer 3,1 meter lang. De langste zwarte mamba die ooit gemeld is, was zelfs ongeveer 4,6 meter lang. De dunne, zwarte mamba weegt ongeveer 2 kilogram, waardoor zijn uitgestrekte lichaam zich supersnel kan voortbewegen met een snelheid van 20 km per uur. En let op, hij kan zijn bovenlichaam tot 0,9 tot 1,2 meter van de grond tillen. 8. Koningscobra. Ik geloof dat het verstandig is om elke giftige slang te mijden waarvan de naam koning bevat. Koningscobra's zijn verspreid over Zuidoost-Azië en India. Als 's werelds langste dodelijkste slang is hij meestal 3 tot 4 meter lang, hoewel sommige veel langer kunnen worden. Ze kregen hun angstaanjagende bijnaam omdat bekend is dat ze andere slangen opeten, waaronder 3 meter lange pythons. De langste koningscobra die ooit werd gedocumenteerd was 5,7 meter lang en werd gevangen in Maleisië in april 1937. Zijn grootte trok veel aandacht, dus werd er naar de Londense Zoo overgebracht zodat meer mensen hem konden zien. Deze slang leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel dierentuinen waren na de bombardementen gedwongen de vreselijke beslissing te nemen sommige van hun dieren te doden om het publiek te beschermen tegen ontsnapte dieren. Helaas is er geen foto teruggevonden van deze enorme slang. 7. Rotspython. De rotspython is de grootste slang van Afrika en een van de 6 meest reusachtige slangen wereldwijd. Hij heeft ook de reputatie de langste slang van Afrika te zijn. Exemplaren kunnen 6 meter in lengte benaderen of overschrijden. 1 exemplaar mat 9,75 meter in lengte. En hoewel ik geen beelden heb van de enorme slang, is hier een filmpje van een andere kolossale Afrikaanse rotspython. Als deze slang en zijn kleinere mannelijke partner je al de kriebels geven, dan weet ik zeker dat het zien van de 9,75 meter lange slang nog enger zou zijn. De slang leeft in verschillende habitats, van bossen tot woestijnen, maar wordt meestal in de buurt van waterbronnen aangetroffen. Tijdens het droge seizoen gaat de slang in winterslaap. De rotspython doodt zijn prooi door verstikking en verorbert vaak dieren tot de grootte van een antilope. En bij zeldzame gelegenheden zelfs een krokodil. Hoewel hij zelden mensen doodt, heerst er angst op grote schaal voor deze slang. 6. Amethystpython. Hier is een niet giftige slang die voorkomt in Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea en Australië. Hij is lid van de familie Pythonidae. Deze reusachtige vriendelijke python, die door de plaatselijke bevolking die het meest met hem in aanraking komt ook wel de Santa Permata wordt genoemd, is op zijn langst gemeten 8,23 meter lang en kan tot 90,7 kilogram wegen.
Dat is meer dan een kangoeroe. Als ik er beelden van had om je te laten zien, zou het er ongeveer uitzien zoals dit reusachtige beest. Dit is de langste slangensoort die van natuur in Australië rondzwerft. De amethystpython is een nieuwsgierig dier dat soms in huizen naar binnen kan sluipen. Het goede nieuws is dat ze volkomen ongevaarlijk zijn voor mensen, omdat hun lievelingsvoedsel veel kleiner is. Ze voeden zich het meest met ratten, vleerhonden, varanen, buidelratten en zelfs sommige vogels, afhankelijk van hun grootte wel te verstaan. 5. Titanoboa serragonensis. Titanoboa was de grootste reuzenslang ooit. De slang bestond 60 miljoen jaar geleden. Titanoboa werd voor het eerst beschreven in 2009, ongeveer 5 jaar nadat resten waren opgegraven uit blootliggende rotsen in de Cerrejón kolenmijn in Colombia. Ongeveer 30 individuele resten werden teruggevonden. Hoewel de meeste daarvan volwassen exemplaren waren, zijn er ook verschillende jonge exemplaren ontdekt. In kolenmijnen werden de versteende beenderen ontdekt van een slang die 12,8 meter lang was en naar schatting 1134 kilogram woog. Wetenschappers geloven dat de Titanoboa de top predator van zijn tijd was en zich gedroeg als een supergrote anaconda die het grootste deel van zijn tijd in het water doorbracht. Hij hield zijn prooi in bedwang en verorberde hem in zijn geheel. Hoewel het monster bedreven zou zijn in het vangen van vis, deed het zich waarschijnlijk ook te goed aan krokodillen van 3,66 meter lang en schildpadden van 1,53 meter doorsnee. 4. De Jambi Python. Verscheidene persbureaus melden eind december 2003 dat Indonesische dorpelingen een python gevangen hadden die officieel gemeten ongeveer 14,85 meter lang was, 447 kilogram woog en een doorsnede had van 0,85 meter. De slang werd gevangen in de Indonesische provincie Jambi en later tentoongesteld in een kleine dierentuin. Als dit bevestigd wordt, zal het de grootste reuzenslang ter wereld in gevangenschap zijn. Maar zoals met de meeste van deze verhalen werd de bewering nooit geverifieerd. Zoals het Britse dagblad The Guardian ontdekte toen het een journalist erop uitstuurde om de fabelachtige slang op te meten, waren de verhalen over zijn grootte overdreven. De netpython was tussen de 6,5 tot 7 meter lang en woog ongeveer 100 kilogram. 3. Medusa. Anacondas krijgen veel aandacht omdat ze qua gewicht de grootste slangen ter wereld zijn. De langst nog levende slang waarvan een melding gemaakt is, is echter de Medusa. Deze netpython woont in The Edge of Hell Haunted House in Kansas City. Medusa is 7,67 meter lang en weegt 159 kilogram. Ze is momenteel de langst levende slang in gevangenschap. Volwassen netpythons kunnen 3,05 tot 6,10 meter lang worden, maar de slang in kwestie is veel langer. Om de andere week krijgt ze een klein hert te eten. Net als elke andere python bijt Medusa zijn prooi alvorens hem in zijn geheel door te slikken. Een groter exemplaar, een 10 meter lange netpython, werd in 1912 gevangen en gedood. Maar net als bij andere lange slangenrecords is ook deze moeilijk te achterhalen. Het lijkt erop dat verhalen over slangen vergelijkbaar zijn met verhalen over vissen. 2. Anaconda. Door hun enorme afmetingen kunnen anacondas zich op het land moeilijk bewegen, maar onder water zijn ze vrijwel onopvallend. De meest enorme anaconda had 10,06 meter, was 0,92 meter breed en woog 399 kilogram. Deze slang werd ontdekt op een Braziliaanse bouwplaats. Helaas werd ze gedood, ofwel door een gecontroleerde explosie, ofwel door bouwvakkers nadat ze tevoorschijn was gekomen. Daardoor kan de beweerde grootte van de anaconda niet door enige onafhankelijke meting of registratie worden gestaafd. Er is een video waarop de slang te zien is, maar we weten allemaal dat video's bewerkt kunnen worden. Tal van andere recordbrekende anacondas zijn aangehaald, maar er is geen bewijs voor geleverd. Niettegenstaande deze bewering kan, gezien het feit dat de meeste andere anacondas bij toeval gevangen werden, de grootste anaconda ter wereld zich nog steeds ergens in het bekken van de Amazonerivier verbergen. 1. 4,57 meter lange python. In het begin van de jaren 1980 overspoelde een invasieve pythonsoort de Everglades. Sindsdien probeert men ze te verdrijven. Als onderdeel van een programma dat jagers recruteerde om de verspreiding van deze invasieve dieren te beperken, vingen twee mannen uit Zuid-Florida in 2017 een 65,3 kilogram wegende 4,57 meter lange python. Nicholas Bannis en Leonardo Python King Sanchez vingen en doden de python in de Everglades, niet lang nadat ze samen door het nationale park gereisd waren. Leonardo merkte de slang op door het autoraam. Voor hij kon ontsnappen, vingen de jagers de slang bij de staart en propten hem in een zak.
het South Florida Water Management District, had 25 pythonjagers ingehuurd voor een 60 dagen durend experimenteel programma om pythons uit de Everglades te helpen uitroeien. Het programma betaalde de jagers een minimumloon en minstens €45 voor elke 1,2 meter lange slang die gedood werd, plus nog eens €24 voor elke extra meter. Nicholas en Leonardo kregen zo'n €100 betaald voor een reusachtige vangst. Welke van deze slangen wekte jouw belangstelling het meest? Laat het ons weten in de comments hieronder. Vergeet niet ons kanaal te bekijken als je van deze video's genoten hebt. Bedankt voor het kijken!